Tijdens de bezetting werden in de clandestiniteit de grondslagen gelegd van wat wellicht de belangrijkste sociale verwezenlijking van deze eeuw mag genoemd worden, de wettelijk gewaarborgde sociale zekerheid. Het basisdocument hieromtrent kwam begin 1944 tot stand na langdurige besprekingen tussen werkgevers en syndicalisten die geweigerd hadden mee te werken met de Unie van Hand- en Geestesarbeiders. Maar voor dit globaal akkoord tussen werkgevers en vakbonden er kwam, was er veel water door Schelde en Maas gevloeid. Het overgrote deel van het Belgische patronaat was aangesloten bij het Centraal Nijverheidscomité, toen beter bekend als Comité Central Industriel of CCI. Voor de oorlog groepeerde het CCI een groot aantal bedrijven die 800.000 werknemers te werk stelden en tussen 8 en 10 miljard frank lonen per jaar uitbetaalden. Het CCI had slechts met tegenzin en noodgedwongen de sociale verworvenheden aanvaard die de vakbonden na de Eerste Wereldoorlog en vooral na de grote stakingen van 1936 hadden afgedwongen. Het Duits verbod van vrije vakbonden en van de werking van de paritaire commissies in de bedrijven uit de zomer van 1940 verheugde het CCI in hoge mate. Het verdwijnen van de kleurvakbonden, zoals het CCI ze noemde, opende de mogelijkheid om de sociale relaties weer in de oude banen van voor de Eerste Wereldoorlog te leiden, toen loonkwesties rechtstreeks tussen werkgever en werknemer werden geregeld, zonder tussenkomst van lastige vakbonden. En om als het ware de daad bij het woord te voegen, stelde het CCI in juni 1940 voor het minimumloon voor arbeiders te verlagen tot het niveau van 1936, 32 frank per uur in plaats van 40 frank. In de Gentse textielindustrie bijvoorbeeld leidde dat in juli 1940 tot een loonsverlaging van 22%. Maar erg sociaal was dat toch niet, hè, meneer Goris? Dat men op een moment waar precies ook de arbeiders erg in de knoei zaten bij het begin van de bezetting, dat men dan nog eens de lonen gaat verlagen, dat is toch niet erg sociaal, hè? Nee, dat is bepaald niet sociaal, maar dat lag wellicht toch in de lijn van de werkgeverspolitiek in die tijd. Ja, zou men het zo mogen stellen dat die werkgevers geprofiteerd hebben van de situatie? Ja, daar hebben ze dan toch vrij onvrijwillig van geprofiteerd. Hoezo onvrijwillig? Niemand verplichtte hen de lonen te verlagen. Dat ze van de gelegenheid gebruik hebben gemaakt om die trend die gelanceerd was geworden, ik meen door het Comité Central Industriel, ja, om die trend te volgen met de voordelige gevolgen die daaraan verbonden waren. Een ander voorstel van het CCI tot afschaffing van de sociale wetgeving stuitte op verzet van de secretaris-generaal en vooral van secretaris-generaal van Arbeid Verwilligen. Deze liet het CCI weten dat daarvan geen sprake kon zijn, waarop het CCI op 16 juli 1940 antwoordde dat het zich met spijt bij deze overheidsbeslissing neerlegde, aangezien ze wel definitief leek. Zelfs het Duits militair bestuur vond de houding van het CCI wat al te gortig en blokkeerde de lonen op het niveau van mei 1940, niet zozeer uit sociaal gevoel, als wel om de sociale onrust te vermijden en om vrijwillige arbeiders naar Duitsland te lokken. Deze politiek van sociale afbraak van het CCI werd door de katholieke werkgeversorganisaties, verenigd in het Algemeen Christelijk Verbond van Werkgevers, afgekeurd als stelselmatige proletarisatiepolitiek. Ook Alexandre Galopin, gouverneur van de Société Générale, dulde de antisociale opstelling van het CCI niet. Maar ook de Vlaamse christelijke werkgevers zaten niet stil. In overleg met vertegenwoordigers van de leiding van het Algemeen Christelijk Werkersverbond, het ACW, werkten zij in augustus 1940 een manifest voor de corporatieve ordening van de maatschappij uit. De tekst ervan werd opgesteld door René Goris. Het manifest droeg een uitgesproken nieuwe ordestempel. Staatkundig moet het oude partijstelsel worden opgeruimd en het vroegere parlementaire regime hervormd worden op een manier die de volksmedezeggingschap niet uitsluit,
die de familie en het bedrijf hun plaats gunt in het organisme van de maatschappij en die de nodige waarborgen moet bieden om de volkshuishouding te vrijwaren tegen de ondernemingen van de grootfinantie. Stakingen en lockouts zouden verboden zijn. Het is duidelijk dat ook belangrijke fracties van de katholieke sociale organisaties van de nieuwe toestand wilden gebruikmaken om het monopolie op sociaal gebied te verwerven. Maar meneer Goes, waarom hebben ze dan die corporaties precies tijdens de bezetting willen oprichten? Jawel, omdat het een kans was tot die oprichting. Want voor de oorlog dan waren de arbeidersorganisaties tegen een dergelijke organisatie gekant. Dat zal wel. En het gaf dus ook aan de werkgevers de gelegenheid om op een ordelijke manier hun productie te organiseren. Ja, in die corporatieve inrichting was het niet zo dat uiteindelijk de staat een zeer sterke ingreep kreeg op alles wat het sociaal gebied betrof. Sociaal en economisch. Sociaal en economisch gebied. En waarschijnlijk zal het ook zo geweest zijn dat men vooraf wist dat de Duitsers daar niet ongunstig zouden tegenover staan. Oh nee, want dat sloot helemaal aan bij de organisatie die in Duitsland was opgericht. En vanwege de werkgevers waren daar ook wel bepaalde voordelen aan verbonden, aan het corporatisme. Ja, de voordelen tijdens de bezetting waren de ordelijkheid. Ja, maar ik bedoel maar dat op dat ogenblik in het begin van de bezetting de vakbonden niet meer de macht hadden die ze voor de oorlog hadden. Hè? Precies. Het manifest dat opgesteld werd door René Goris was voor publicatie bestemd, maar de kardinaal heeft die afgeraden. Het moest als platform dienen voor de oprichting van een commissariaat-generaal voor de corporaties, dat onder de bevoegdheid van secretaris-generaal Verwilgen zou resorteren. Het is slechts één van de vele hervormende initiatieven in de richting van een autoritaire staatsstructuur, toen in ruime kringen werd gedacht dat de Duitse overwinning definitief was en België zich zou moeten aanpassen. Ja, die poging ging uit van secretaris-generaal Verwilgen. En dat strookte trouwens met de inzichten van de bezetter. Ik ben door secretaris-generaal Verwilligen op een bepaald ogenblik verzocht geworden hem te komen bezoeken te Brussel. En dat is gebeurd op het initiatief van de heer Paul Willem Zegers. Oh ja. Die dus in die tijd niet waar een gezaghebbend man was op het vlak van de werknemersbeweging. En die ook de oplossing zag in een corporatief stelsel. En die ook, niet waar, de oplossing daarin zag. Oh ja. De voortzetting trouwens van de bestrevingen van het Algemeen Christelijk Verbond van Werkgevers van reeds van voor de oorlog, oh ja. Dat dateert van 1933. Zowel van katholieke werkgeverszijde als van katholieke werknemerszijde werd u de leiding van dit commissariaat aangeboden. Mm-hmm. En ik dacht dat ook de kardinaal uw kandidatuur steunde. Heeft u dit aanbod toch niet aangenomen? En waarom? Ja. Wel, de kardinaal heeft inderdaad die kandidatuur gesteund bij de voorzitter van de Raad van Beheer van de Beukelers Fabrieken, waar ik toen weerder directeur was. En ik heb dat niet aangenomen, omdat die taak onvermijdelijk moest meebrengen dat ik een statuut zou krijgen en dat dat statuut zou voorzien dat ik een reglementerende bevoegdheid zou hebben. Ja, maar en dat kon strijdig zijn met de algemene voorschriften van het strafwetboek, namelijk dat er wijzigingen zouden kunnen gebracht worden aan hetgeen men noemt 's landse instellingen. De corporatieve plannen van katholieke zijde en de reactionaire oprispingen van het CCI waren echter geen lang leven beschoren. De Duitsers waren er trouwens niet mee gediend. Het CCI mocht zich dan in 1940 verheugd hebben over het verdwijnen van de zogeheten kleurvakbonden. In augustus 1941 wees het definitief elke vorm van samenwerking met de Unie af
met het overigens pertinent argument dat de Unie niet representatief was voor de arbeidersklasse. Merkwaardig genoeg verkozen de werkgevers opnieuw aan te knopen met de vroegere vakbondsleiders die door de Duitsers waren afgezet en vaak illegaal leefden. Dat gebeurde zowel met christelijke syndicalisten toen ze in augustus 1941 de Unie verlieten als met die socialisten die er nooit bij betrokken waren. Maar ik herinner me bijvoorbeeld een geval uit Turnhout, Jan van Dijk. Die zat met 12 kinderen. En dan maar onmiddellijk zeggen, ik doe niet meer mee. Ik ga op straat. Voor die man moest een job gevonden worden. Die hebben gevonden in Antwerpen, bijvoorbeeld voor hem, in een diamant. Maar die man moest onmiddellijk geld hebben. Hè? En daarvoor hebben we fondsen van doen. Daar hebben patroons ons in geholpen. Daar heeft, zo op eerste plaats moeten zeggen, BAC ons in geholpen. Daar hebben de patroons ons in geholpen. En patroons hebben ons ook, maar dan individueel, geholpen door onze mensen te plaatsen in hun ondernemingen, bij Bowel, hier in Brussel, hoe heet die stoven dingen daar, of Mr. Martin en zo. Waar, en ook in, als bureelmensen werden ze aanvaard, als arbeider of als bureelmensen. Zo hebben we al onze mensen kunnen plaatsen. En die hebben ons dan geholpen, en ook de arbeiders veel geholpen, in natura. Want geld in de oorlog had niet altijd zoveel belang als vlees of wat eieren of wat bonen of wat erten. Dat had veel meer belang dan. En daar hebben ze, moet ik u zeggen, zeer veel in gedaan. Bij de christenen, als zij uit de UTMI weggegaan zijn, die heeft meneer Bekart, de grote industrieel van Zevenhuizen, die een christen was, een katholiek was, sterke verbindingen had met de christenen vakbeweging ook, dat was een man van Rerum Lavarum, die heeft hij op zich genomen van voor een kader. Hoeveel weet ik niet, hij had dat nooit gezegd, August, voor een kader ze in dienst te nemen bij verschillende patroons hier en daar. Zo is Guus Kolen bij hem in dienst gekomen als zogenaamde verkoper van matrassen. U zegt maar zogenaamde. Ja, zogenaamde, omdat de Guus Kolen de tijd heeft gekregen om andere dingen te doen enzovoort. En dat hij essentieel ja, stil niet had van voyageur te gaan spelen. Geen matrassen te verkopen. Ja, maar enfin, hij heeft dat gedaan. Hij heeft zijn kosten verdiend. En Bekart heeft er, omdat hij voorzitter was van de katholieke patroons, bij een heleboel katholieke patroons, mensen van hun kunnen er binnen zetten. Ik geloof dat een hele goede daad was van hun. Vermits dat kader anders de risico liep van naar Duitsland te vliegen of ook niet te kunnen werken, denk ik. Het was een zeer grote solidariteit en we hebben er geen stakingen moeten verhouden of geen fabrieken moeten bezetten. Maar de ondernemingen die werkten mieke veel winst. Mieke in de oorlog veel winst. En die waren blij dat ze een deel van hun winst konden omzetten op de zwarte markt, zal ik zeggen, in het kopen van voedingsmiddelen of kleerstoffen. Bijvoorbeeld, ik werkte in de oorlog bij Bekartes. Ik was daar handelsvertegenwoordiger. Daar hadden wij tijk voor matrassen, maar dat was emdenstoffen. Dat in de oorlog moest dienen voor tijk voor matrassen, maar wij hebben er geen matrassen van gemaakt. Dat werd weggegeven aan het personeel. Ook socialistische vakbondsmilitanten die clandestien leefden vonden hulp bij privéondernemers en banken. Toen de voorraad van het socialistisch steunfonds Pauvre mais honnête, arm maar eerlijk, uitgeput was, ging Louis Major einde 1942 aankloppen bij 's lands grootste holding. Heb ik de beslissing genomen en de verantwoordelijkheid genomen, want ik vond dat dat iemand moest doen, van geld te lenen. Wij hebben enkele miljoenen gelenen in de generaal. Bij de grote bos, bij Gillet, en op zijn huis geweest, niet alleen, met Uysers, de directeur van de coöperatief van de Peuplen, die een zeer gekende was daarin. En wij hebben die geleend, en we hebben die gekregen, zonder interest. En daarmee hebben wij onze mensen nogal een stuk lang kunnen betalen, plus de zegels kregen we dan van de organisatie van Scheivender, die zeeklandestine zegels, en dan
Geldenmolen en feiten en molen, enfin, dat ging hier en daar waar tussenin. Maar we hebben ons mensen gesteund van die lening. Hoe verklaart je dat die banken dat gedaan hebben tijdens de oorlog? Wel, ik denk dat de banken altijd rekenen. Ik ken tot nu toe geen één bankier, zelfs de braafste ervan. En ik leg me dan allemaal op mijn tong, zal ik niet zeggen, de braafste van die bankiers, die rekenen toch. Ja, maar u zegt zonder rente. Wij zijn niet gewoon dat banken geld uitlenen zonder rente. Ja, maar er was toch vermist dat wij een clandestine beweging opbouwden. En dat de oorlog nog niet gedaan was. En dat er dus altijd de mogelijkheid was dat dat zou veranderen in de oorlog. Dat de Duitsers nog niet gewonnen hadden. En dat ze nog niet in Engeland waren. En dat de luchtslag boven Londen nog niet gewonnen was. Dat allemaal kon toch wel ook zeggen. Dat aan de ene kant, wij moeten voorzichtig zijn. En aan een andere kant kan het ook, en dat is best mogelijk, ik betwijfel dat niet, dat ze een zeker gevoel hadden toch van Belg te zijn. En dat ze toch wel een gevoel hadden van een zekere solidariteit verplichtend te hebben in het geheel van de zaak. Wat hebben ze gehad? Na de oorlog, als het vakverbond terug in gang was, tamelijk vlug, zijn het met Duitsers weer als jullie geweest en gezegd, voilà meneer, gij hebt ons in de oorlog een dienst bewezen met die miljoenen te lenen, hier zijn ze meneer, alstublieft. En hij heeft me gezegd, faut quand même dire que les socialistes sont des gens honnêtes. Hij heeft me gezegd, socialisten zijn dus eerlijke mensen. En ik heb het terugbetaald. De 1941, en fait, des contacts vont avoir lieu entre certains membres du patronat et certains grands responsables syndicaux, comme Bondas, Major. Et les, certains patrons vont d'ailleurs aider financièrement toute une série de syndicalistes. C'est ainsi que va être mise sur pied la caisse d'assistance et de prévoyance qui va en quelque sorte financer toute une série de responsables syndicaux qui ainsi pourront continuer à jouer ce rôle. Deze hulpverlening was wellicht niet belangloos. De Unie stelde niets voor, was slechts een Duitse creatie. En de werkgevers verwachten zich eraan dat de vooroorlogse arbeidsverhoudingen na het einde van de oorlog en de Duitse nederlaag zouden hersteld worden. In die zin hadden de werkgevers er alle belang bij het contact met de vroegere vakbonden te behouden en die in zekere zin aan zich te binden. Ging het contact verloren, dan kon het patronaat zich na de bevrijding verwachten aan sociale eisen die tot een scherpe confrontatie konden leiden. Het was in de eerste plaats door die diepere grond, de bekommernis om de naoorlog en hun positie daarin, dat de werkgevers zich lieten leiden. Ces contacts auront non sûrement pour but donc de financer ces syndicats, mais peu à peu des négociations plus précises vont être entamées entre certains dirigeants du patronat et certains responsables syndicaux. Ce sont les célèbres négociations qui donneront lieu au pacte de sécurité sociale de décembre 44. Bovendien merkten de werkgevers ook wel dat de traditionele vakbonden zich clandestien bleven organiseren en dat ze contact met de basis bleven onderhouden. En vanuit die clandestine, traditionele vakbonden duurde de propaganda tegen de Unie onverminderd voort. Als Charleroi de délégation ouvrière des usines abandonnée elle-même par les syndicats qui estimaient que l'action syndicale n'était pas possible en période de guerre et la fédération des métallurgistes décapitée par l'absence de son secrétaire général rejoignait cette position qui n'aurait fait probablement, qui n'aurait plutôt pas été celle de Gailly si Gailly ne s'étant pas trouvé dans la situation où il était au moment de la déclaration de guerre et de devoir s'expatrier, s'il était resté dans la région de Charleroi à la tête de la Fédération des métallurgistes, tenant compte de son tempérament, je crois que lui aurait participé à une activité clandestine. Les délégués tentèrent des rapprochements avec les anciens militants auxquels ils demandaient d'organiser, de participer à des réunions avec eux. Mais tous refusèrent, sauf un, Léon Wathillon, le secrétaire de la Fédération des syndicats, qui prit ses responsabilités, accepta de participer à des réunions avec les délégués d'usine, ce qui devait par la suite amener la création du mouvement des délégués d'usine, qui en fait
était un syndicat clandestin. Est-ce que... Opposé à l'UTMI, si vous voulez que je termine. De Uni werd niet bij de arbeiders aanvaard, als, werd gezien als iets dat niets kon. Ze zagen dan op de fabriek zelf, de patroon aanvaarde de Uni ook niet als gesprekspartner, want die Uni had bijna geen ruggensteun van de arbeiders in de fabriek. Ce sont ces gens-là qui, traditionnellement, ont représenté les patrons, d'autre part les ouvriers chrétiens et les ouvriers socialistes, qui tiennent à perpétuer cette situation de l'avant-guerre et qui, à ce moment-là, entrent en contact les uns avec les autres et plusieurs groupes se forment. Il y a un groupe de patrons qui négocie avec les socialistes, mais qui, de manière parallèle, négocie avec les chrétiens, si bien que, à ces négociations, chrétiens et socialistes ne sont pas présents en même temps. We hadden één contact, wat ik zou noemen organisatoren. Dat was een kring met de katholieke werkgevers en het mensen van het ACV. ACV. Dat was of. Die kwamen in groep bijeen. Toen waren we ja, toch wel met een man of 12, 13. En dat was aan ten huize van Leon Beekaert in de Beliaarstraat. De bedoeling van de bijeenkomst was altijd de naoorlog voorbereiden. Hè? De naoorlog voorbereiden. En ook niet alleen de naoorlog voorbereiden, maar in de oorlog zelf onze mensen een riem onder het hart steken. Hè? Ja, en quelque sorte deux causes qui motivent cette attitude du patronat. Il y a d'une part, bon, le patronat est totalement conscient que la tentative mise sur pied par Henri de Man, en l'occurrence l'union des travailleurs manuels et intellectuels, est un échec. Et qu'au-delà de la guerre, c'est une tentative qui ne se prolongera pas. Et que dès lors, ils n'ont aucun intérêt, je dirais tant sur le plan de leur industrie, sur le plan du pouvoir, de s'engager dans des négociations avec cette organisation qui a été mise sur pied par les Allemands. D'autre part, il y a un autre danger qui menace en quelque sorte, peut-être pas le patronat, mais une certaine structure sociale, c'est la poussée du Parti communiste. Notamment, dans le bassin liégeois, toute une série de dirigeants syndicaux communistes apparaissent peu à peu à l'avant-plan, surtout après l'organisation le 10 mai 1941 de la grève des 100 000. Et à ce moment-là, le patronat prend conscience qu'il y a en quelque sorte une nouvelle implantation qui se fait dans les usines. Le patronat préférant alors négocier avec des gens qu'il connaît, qui étaient les responsables syndicaux d'avant-guerre, en l'occurrence les chrétiens et les socialistes, renoue à ce moment-là les contacts avec ces gens-là. Et les soutiens. De Duitsers hadden ons dus een bezinningsorganisatie gegeven. Die legaal moest bestaan. Enfin. Dat was de KBB, de Katholieke Werkliedenbond. Nu is het de Christelijke Werkliedenbeweging. De Duitsers noemden dat altijd het ACW. En al onze lokalen, onze ziekenkassen hebben ook verder gewerkt. Dat is ook van belang. En die zaten nog in de lokalen, en wij konden dus in die lokalen vergaderen met onze militanten, die geen militanten waren officieel van het ACV, maar mensen van de KWB, mensen van de mutualiteiten, van die organisaties die nog konden werken. En op die manier hebben we in de oorlog, al onze kaders waren gereed, elke plaatselijke afdeling had zijn bestuur, elk gewestelijk verbond had zijn bestuur, of dat. En daarmee zijn we zeer snel kunnen starten. Hè? En dat is in de oorlog voorbereid. D'abord, je soulignerai que tous les cadres syndicaux d'entreprise qui étaient au 10 mai 40 en activité ont continué leurs activités dans les entreprises. Activités syndicales, donc, pour étudier, promouvoir et défendre les intérêts de leurs camarades d'entreprise. Et les patrons, les cadres étaient au courant qu'ils étaient là? Mais bien sûr, les patrons et les cadres les connaissaient. C'était avec eux qu'ils traitaient avant la guerre. Ils ont continué pendant la guerre à traiter avec eux comme ils le faisaient avant la guerre. Mais il n'y avait pas de délégués de l'UTMI dans les entreprises. Des délégués de l'UTMI? Mais je crois que si on n'en avait jamais rencontré, hein, on l'aurait tué. On n'aurait jamais supporté. Dans les entreprises? Mais certainement pas. Ze hebben geleden gehad.
omdat wij met de clandestine beweging die Unie hebben afgemaakt. Met een enorme propaganda en de plezantste leuze was dat we gebruikt hebben en die enorm veel succes had was. Elke frank voor de Unie is een frank voor de Duits. Daar hadden we duizenden over heel die tijd bankkaartjes van me, bandjes over gemaakt. Dat werd overal geplakt in ateliers enzovoort. En de realiteit was dat de mensen voelden en wisten dat die nieuwe organisatie werkte voor de Duitsers. En de overgrote meerderheid van onze bevolking was niet pro-Duits. Onze mensen waren, zelfs diegenen die in de nieuwe orde meededen, waren nog niet zo pro-Duits. Probeerden alleen voor hun eigen persoon eruit te halen. De grote hoop van de volk was tegen. En wij hebben, door te zeggen dat die Unie een Duits machine was en dat te kunnen bewijzen, hebben zij nooit invloed gehad. Ook Delvaux heeft nooit geleden gehad. Nergens konden zij binnen erover en niemand wilde betalen, tenzij de verplichte leden. Nous étions vraiment inquiets sur la détresse ouvrière dans les usines. Et alors nous avions écrit au patron et à l'organisation patronale qui existait avant la guerre à Charleroi pour lui demander de nous rencontrer, les délégués du MSU, et d'examiner donc la possibilité de venir en aide au personnel de leurs entreprises. Et je dois dire que ils n'ont pas hésité, ils ont répondu affirmativement, et je me rappelle encore bien que après ce premier contact, il a été décidé qu'on allait reconstituer la commission paritaire, qu'elle fonctionnerait clandestinement. L'activité syndicale clandestine a consisté dès l'origine à résister à l'occupant, à lui mettre des bâtons dans les roues par des actions de sabotage diverses. Après l'ordonnance allemande sur le travail obligatoire en Allemagne, à ce moment, l'activité syndicale clandestine s'est beaucoup développée pour aider tous ces réfractaires au travail obligatoire que l'on plaçait partout où on pouvait les placer, hein, soit dans des groupes de résistance à gauche ou à droite, dans les bois ou dans les régions plutôt désertiques, soit même en les incluant dans le personnel d'entreprises, des entreprises. Et ils touchaient leur salaire? Et ils touchaient un salaire, mais sous une fausse identité, avec de faux papiers. Gette die dat gedaan hebben voor iemand dat ze heel goed kenden in verhouding en een beetje uit liefdadigheidsgevoel. En gette de anderen die dat gedaan hebben ook uit principe. Goeie voorbeeld geven. Wij hadden hier de mercantiel. En de grote baas van de mercantiel, kun je op zijn naam aan denken, dus als even zijn naam zeggen. Die was dus voor de oorlog een archi-conservatieve patroon. Veel moeilijkheden met de paritaire commissies. En ik moest hier mannen houden die naar Duitsland moesten. En ik ben gewoon naar zijn huis gegaan. En gewoon zeggen, voilà, meneer de Bijvre, dat is zijn naam. Meneer de Bijvre, dat was de grote baas van mercantiel. Die man zou ik hier moeten houden. Kunnen je die te werk stellen? En die heeft mij doodgekomen, zei ja. Op dat ogenblik wist hij dat hij die man 6 maanden op voorhand moest te werk gesteld hebben. En hij heeft dat ook gedaan. Vergeleken met de openlijke klassenstrijdpositie van het CCI tijdens de zomer van 1940, toen de Duitse overwinning scheen vast te staan, vormt de latere houding van het patronaat op haar manier een soort van politiek van het minste kwaad op sociaal vlak. Liever klassenverzoening, als het dan toch niet kan zonder vakbonden, dan klassenstrijd. De voorstanders van het sociaal overleg, die voor de oorlog vooral in de katholieke hoek te vinden waren, haalden het op de 19e eeuwse denkbeelden van de oudere leiders van het CCI, zoals Gustave Leo Gérard. Hierbij dient dan wel gezegd dat de katholieke werkgevers dit sociaal overleg liever in beroepsorganisaties tot stand hadden gebracht, waarin werkgevers en werknemers uit dezelfde bedrijfstak samen zouden georganiseerd zijn. Een zachte vorm van corporatisme dus. In plaats daarvan kwam nog tijdens de bezetting clandestien sociaal overleg tot stand. De spilfiguur hierin was de socialist Henri Fuss,
die in 1940 door de Duitsers was afgezet als directeur-generaal bij het ministerie van Arbeid. Fuss, geboren in 1882, had al een lange ervaring als onderhandelaar. Eh bien oui, parce qu'il a fait une grande partie de sa carrière au Bureau international du travail, où il y avait justement des réunions de syndicalistes et d'employeurs qui se réunissaient sur le plan international pour discuter de problèmes sociaux. C'était à Genève. C'était à Genève au BIT. Et comme il s'occupait là des problèmes du chômage et des migrants, des migrations, au moment où la crise sévissait le plus intensément en Belgique, on lui a demandé de venir faire en Belgique une étude des problèmes du chômage. Et il a été désigné comme commissaire royal aux problèmes du chômage. Ce qui l'a mené, sa carrière au BIT devant quand même se terminer à l'âge de 60 ans, à devenir ultérieurement directeur général au ministère du Travail. Gedwongen werkloos tijdens de bezetting werd Fuss belast met de leiding van het studiebureau van de clandestine socialistische partij. Hij was mede-auteur van een programma voor een travaillistische partij en was op verschillende manieren bij het verzet betrokken. Il faisait partie du réseau Socrate qui s'occupait d'aider les réfractaires à résister aux besoins que les Allemands avaient de les faire partir travailler pour leur compte et en collaboration avec les représentants belges à Londres, ils soutenaient matériellement les travailleurs qui ne voulaient pas se laisser embaucher par l'occupant allemand. Alors il s'est aussi occupé de presse clandestine, syndicale et socialiste, pour faire concurrence notamment à l'UTMI, oui, qui cherchait à attirer à elle des représentants syndicaux et militants et qui réussissaient qui a réussi parfois à les détourner de leurs idées initiales et à collaborer avec les Allemands. In augustus 1941 nodigde Fuss enkele vakbondsleiders uit in het buitenverblijf van Paul Goldschmidt, directeur van het CCI in Ohain. Daaruit groeide een informeel contactcomité vakbonden-patronaat. Moi, j'étais un économiste, j'étais conseiller économique, ce qui est devenu depuis Fabry Metal, et j'étudiais les problèmes, les aspects économiques, des problèmes sociaux pour l'après-guerre. Par exemple, les niveaux des prix et des salaires, les dispositions à prendre pour éviter une surabondance de pouvoir d'achat. Et à ce titre-là, mon patron et grand ami Georges Velter me demandait de venir à certaines... Et M. Fuss aussi, qui était un des artisans, le principal artisan d'ailleurs de ces réunions, me demandait de venir faire des rapports devant la commission. Mais je ne savais pas... Je sais que toutes les réunions, n'est-ce pas, pour le pacte de solidarité sociale, se sont déroulées à Fabry Metal. Ça a d'ailleurs été confirmé par Louis Major dans un article qu'il a écrit à la mémoire de Velter quand Velter est mort en 1979. N'est-ce pas, ces réunions avaient lieu à Fabry Metal, mais on ne le criait pas sur les toits. N'est-ce pas, ça se passait dans une salle du rez-de-chaussée. Et au fond, je ne sais pas, les réunions sont nées probablement avant que je ne sache qu'elles avaient lieu. Oorspronkelijk namen enkel syndicalisten deel aan de gesprekken met Fuss. Later werden er ook werkgevers bij betrokken, Paul Goldschmidt, Georges Velter en Pierre van der Rest. Opvallend is dat de oudere leiders van het CCI, zoals Gustave Leo Gérard, niet aan deze gesprekken deelnamen. Wat dat zeker is, dat is door de oorlog, door de contacten, door het slecht werk die er was en door de bezetting enzovoort, dat die jongere patroons, buiten dus Gérard en compagnie, en buiten de vader van de rest, van, maar de zoon van de rest erbij, die waren veel socialer, veel breder van gedachten, veel menselijker, of dat in feite de oude Comité Centraal Industrieel was, die nog de oude patroons vandaar waren. En de Fuss heeft dus in de grond toen geprobeerd, en dat moet 42 geweest zijn, dat was op datum aan het denken, ik denk 42,
misschien aan het einde, heeft Fusk met de patroons ook contact gehad. En die had met de patroons contact om tegenover de Duitsers ook te ageren. En die heeft de patroons overtuigd, een delegatie, en ons overtuigd dat wij samen zouden moeten gaan zien op welke manier we na de oorlog de verhoudingen arbeiders-patroons zouden regelen. Ah ben, il y a eu tout d'abord le contact pris avec les syndicats socialistes et chrétiens qui, petit à petit, voyant leurs idées se développer, demandèrent aux employeurs de contribuer à un projet qui aurait créé pour après la guerre, pour après l'occupation, comme on croyait sérieusement à la victoire à l'égard des Allemands, un modèle de qui assurerait la sécurité sociale à l'ensemble des travailleurs. Er zijn twee dingen die hun leiden. Eén, zij wisten natuurlijk dat wij met onze clandestine vakbeweging zeer sterk en georganiseerd waren en bij middel waren om onmiddellijk te lanceren. Eén, maar ze hadden twee. Het voorbeeld van 1919 en 20. Wordt dat de syndicale commissie op dat ogenblik onmiddellijk naar 700.000 leden is gelopen in de syndicale commissie, onmiddellijk de eis van een frang 25 per uur heeft gesteld, onmiddellijk de 8 uren heeft geduurd enzovoort. Zij zeggen, dat komt ook weer, en als zij in een staking en een beweging komen ervoor, zal dat ons veel meer kosten en toch moeten toegeven. Dat is één. Twee, zij hebben in de oorlog allemaal gewerkt. Een fabriek gedraaid. En ze zitten erbij die zo min mogelijk, tot het minimum of tot niks hebben willen fabriceren of leveren die de Duits kon bevoordelen. Maar een grote hoop konden niet anders of door hun productie normaal aan dat hele proces meedoen. En er zijn er toch een pak geweest die normaal voor de centjes meegeleverd hebben het maximum om zoveel mogelijk te verdienen. En dat allemaal, als dan uit een oorlog moest springen, dan kwam dat allemaal op tapijt. En dat heeft heel zeker meegeholpen. De informele gesprekken tussen werkgevers en syndicalisten zijn niet uit de lucht komen gevallen. In feite waren ze de voortzetting van het sociaal overleg dat al voor 1940 op gang was gekomen, veelal onder druk van de arbeidersorganisaties. On va également discuter d'un projet mis sur pied par Léon Delsin, ancien directeur et toujours directeur de l'école ouvrière supérieure, et d'Henri Fuss, directeur au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Ce plan, ils l'ont rédigé en collaboration avec des militants chrétiens, en l'occurrence Jacques Bazaine, Marcel Grégoire, Pierre Clerdan et dans une moindre mesure l'ancien ministre Antoine Delfos. Alors sur le plan politique, cet avant-projet est fortement influencé par l'air du temps, puisqu'il propose un renforcement du pouvoir exécutif, une réduction des responsabilités des ministres devant les chambres, une réduction du nombre de députés. Donc là, on sent très nettement l'influence des idées qui ont eu cours en ce début d'occupation. Sur le plan social, par contre, là, il propose toute une série d'idées qui vont continuer à être acceptées par le mouvement socialiste clandestin, en l'occurrence la prolongation de la scolarité, l'organisation de commissions paritaires et surtout la mise sur pied d'un vaste système d'assurance sociale qui va là être l'un des points centraux pour lequel les socialistes, durant toute l'occupation, vont se battre et vont négocier. Het lijkt wel alsof de bezetting en de lijfelijke ervaring van de dictatuur deze evolutie bespoedigd hebben en dat de syndicalisten er weinig moeite mee hadden om over de reactionaire oprispingen uit de zomer van 1940 heen te stappen. In de relatief stille waters van de clandestiniteit werd meer dan 3 jaar lang onderhandeld tussen patronaat en vakbonden met Henri Fuss als bemiddelaar. De gesprekken uit de bezettingstijd zouden leiden tot een globaal akkoord dat voor de sociale partners in hun geheel zou gelden en bij wet zou bekrachtigd worden. Dat betekende, als er een akkoord was tussen die twee organisaties, dat al de arbeiders en al de patroons gebonden waren met het idee dat wettelijk verplicht te maken, zoals dat ook nadien gebeurd is. Volledige erkenning van gelijkberechtiging, dat is de term die gebruikt is, tussen patroons en arbeiders in de discussies, in de verhoudingen, in de comité's en al dat gewild. 3, dat er in die verhoudingen moest een plaats gemaakt worden voor organen waarin die twee partijen officieel met elkaar konden discuteren normaal. Daaruit is gegroeid
Niet alleen de conferenties die op een andere manier gebeurd zijn na de oorlog, maar eruit is gegroeid de contacten FIB, verzekeringen, ABVV, ACV enzovoort. Maar er is ook gegroeid de ondernemingsraden, de comité's van veiligheid en in de wet en in een conventie de erkenning van de syndicale delegé die in de werkhuizen zit. Dus hier hebben wij in de oorlog voor dat eerste gedeelte, en dat wordt veel te veel vergeten, volledig de erkenning van de vakbeweging van de vakbeweging gecreëerd door de patroons. En wij erkennen dat zij de vertegenwoordiger van de patroons. Dat is natuurlijk zeer important. Daarbij is gezegd dat na de oorlog de arbeiders die zoveel miserie hadden gehad in de oorlog en niks meer hadden, dat men hun een speciale vergoeding moest geven van een patronaat om zich te herstellen in kleding en meubelen en al dat gewild. En dan erbij is gekomen het sociale pak van de sociale zekerheid. En in die sociale zekerheid is daar het volledige stelsel uitgewerkt. Niet alleen met te zeggen, het gaat over dat, het gaat over dat, het gaat over dat. Eerst het principe dat wettelijk in de sociale zekerheid, de volledige zekerheid, moest gegarandeerd worden door wet. Dat wil zeggen dat wanneer een arbeider onvrijwillig van zijn arbeid wel beroofd, door gelijk welke reden, ziekte, ongeval, werkloosheid of wat ook, hij een vervangingsinkomen moest krijgen die gesteund was op zijn basis van zijn loon. Dat dus in feite, op het ogenblik dat hij werkloos viel en dus zijn loon niet meer trekt voor zijn gezin, want dat is eigenlijk de conclusie van het arbeidscontract, moest hij een vergoeding krijgen of een verzekering krijgen, want dat was het in feite, van dat. Les contacts die ont préparé le pacte de solidarité sociale n'avait pas pour objet la situation, pour objet de discussion la situation immédiate pendant l'occupation. Ce qu'on faisait, c'était de préparer, n'est-ce pas, la situation pour quand la Belgique serait redevenue indépendante. Et c'était la même chose pour les travaux économiques auxquels j'ai participé pendant la guerre avec un groupe d'amis, n'est-ce pas. Mais on se plaçait toujours dans cette hypothèse-là, évidemment, que c'est-à-dire le retour à l'indépendance de la Belgique. Et les difficultés qu'il pouvait y avoir, n'est-ce pas, dans l'immédiat, n'étaient pas évoquées, au moins dans ces contacts patronaux syndicaux. On cherchait à construire quelque chose de valable, de meilleur que ce qu'il y avait avant la guerre pour l'époque à laquelle la Belgique reviendrait indépendante. Was het voor de vakbonders geen probleem dat een aantal patroons tijdens de bezetting economisch collaboreerden? Toen dat pact werd gesloten. Ja, luister eens. Wij zaten midden van de oorlog. En wij moesten oplossen voor na de oorlog, hoe dat zou zijn. En na de oorlog oplossen betekende in elk geval, het kon niet anders, dat dus de Duitsers weg waren. En dat ze de Duitsers verloren hadden. Wat er met die patroons dan zou gebeuren, is een andere kwestie. Voor ons was het van toverig dat de bevrijding komt, want dat was het idee, de bevrijding komt. Vanaf dat ogenblik moeten wij hier op die basis samengewerken. De besprekingen tussen werkgevers en werknemers leiden uiteindelijk tot het opstellen van een ontwerp van akkoord van sociale solidariteit. De definitieve tekst ervan werd op 24 april 1944 in Bosvoorde ondertekend. C'est dans la cité Jardin, le logis, en effet, que fut signé là dans une petite maison très discrète, ce pacte qui avait réuni des ouvriers, des représentants ouvriers, socialistes et chrétiens, ainsi qu'ultérieurement les représentants du monde patronal. Et comment se faisait-il que votre père était installé là? Ah, il était installé là parce que l'occupant avait réquisitionné son appartement qui se trouvait à Bruxelles même. Et la société Le Logis, qui comptait beaucoup de partisans de la résistance, lui avait trouvé cette petite maison très discrète où il pouvait se livrer à des activités de résistance, donc de différentes natures. Het ontwerp van akkoord werd door volgende deelnemers aan de gesprekken ondertekend: Paul Goldschmidt en Georges Velter namens de werkgevers, Pierre van der Rest als economisch expert.
en Henri Pauwels als voorzitter van het Algemeen Christelijk Vakverbond. De socialistische deelnemers, onder wie Achille Van Acker en Louis Major, hebben niet ondertekend, ofschoon ze volledig achter de inhoud van het document stonden. Maar ze wilden zich niet aan een tekst binden zonder het advies van hun kameraden te kennen. Een van de socialistische onderhandelaars was Arthur Joniot, die in 1940 door de Duitsers was afgezet als voorzitter van de socialistische mutualiteiten. Dès 1941, il rejoint le groupe Delsin, Fuss, Major, Van Acker et prend part aux négociations qui ont lieu avec le patronat et rédige d'ailleurs de nombreux textes, lui qui, incontestablement, apparaissait comme l'une des personnalités mieux placées pour connaître les modalités pratiques. Dès les années 20 et dès les années 30, Joniot, qui est par ailleurs sénateur, introduit toute une série de projets de loi pour la généralisation du système d'assurance sociale. Donc ce n'est pas une idée neuve chez lui non plus. Het ontwerp van akkoord van sociale solidariteit werd in mei 1944 door toedoen van het comité Gilles en de inlichtingendienst Clarence naar Londen gestuurd, waar het document ten laatste in juli 1944 arriveerde. Dit ontwerpakkoord vormde de basis van het Sociaal Pact, dat door de besluitwet van 28 december 1944 over de sociale zekerheid bekrachtigd werd. Op die manier werd het sociaal overleg geïnstitutionaliseerd. En werkgevers en werknemers waren het roerend eens om dat na de bezetting te verwezenlijken. En ik heb dat onmiddellijk gedaan. We stonden voor een lege tafel. Dat dagtekent van december 1944, het was nog oorlog. Ja. En het besluit is verschenen, geloof ik, de 28 december van 1944. De besluitwet. Ik heb er veel moeite mee gehad, nietwaar? Ik herinner me nog goed dat ik in de Senaat uitgescholden werd voor dictator, en wat weet ik allemaal. Zelfs dat het klimaat eigenlijk al voorbereid was enzovoort, toch nog? Dat altijd, de conservatieven, die meenden dat ze het konden voortdoen op dezelfde wijze als voor duidelijk. Wat dan nu betreft de sociale zekerheid, stonden wij voor een moeilijkheid. Direct als de regering Pierlot is zo lang niet geduurd, dan is er een nieuwe regering gekomen direct erachter. En in die nieuwe regering is Achille Van Acker minister van Arbeid geworden. En heel vlug stonden wij voor het vraagstuk. En voor wie is dat hij geopend had, want dat is een van de hoofdstukken waar Achille zeer sterk zijn medewerking geeft, omdat hij dat zeer goed kende bij de berekeningen, bij het geheel van de sociale zekerheid te maken, stonden wij voor de vraag die wij ondereen hebben gevraagd, en hoe gaan we dat nu oplossen? Wettelijk. En dat was de regent. En ze hadden volmacht die regeringen toen, het was het regentbesluit, het was nog oorlog, het was begin na de oorlog, hebben ze heel die boel opgezet. En daar waren wij van mening, socialisten, Achille dus, en ik enzovoort, en wij hadden natuurlijk als we de oorlog samen in die voorwaarden hebben gewerkt, hadden wij contacten en werkten wij en het is niet om te zeggen, ik heb er ook aan gewerkt, het is werken, normale. Hebben wij een resonement gehouden van, ja, en dat was meer Achille en ik voor het grootste stuk, wat komen wij eigenlijk doen? Wij hebben de indruk, als we het niet direct doen, dat er niet meer komt. Ik zal dus even zeggen waarom, want er is toch een reden waarom patroons dat allemaal toegegeven hebben ook. De christenen op dat ogenblik, in hun gids op maatschappelijk gebied, hadden een artikel erin geschreven, waarbij dat ze zeiden, die berekening in de oorlog enzovoort, is dat wel juist, komt dat wel overeen, maar zou dat nog eerst eens goed moeten bestuderen. En dan hebben wij gezegd, draai het of keer wat dat wil, en als je dus naar de regering gaat en zegt, voilà, hier is het, besluitwet, afgelopen, en de sociale zekerheid is ingesteld. Tot op vandaag. Ofschoon werkgevers en werknemers die aan de gesprekken onder leiding van FUS deelnamen niet officieel door hun organisaties gemandateerd waren, vond het Sociaal Pact toch ruime instemming. De katholieke patroonsorganisatie maakte enig voorbehoud, omdat ze te weinig van haar ideeën in het pact terugvond. Zij had onder meer gewild dat de sociale vrede juridisch afdwingbaar zou zijn, met andere woorden, dat de vakbonden rechtspersoonlijkheid zouden hebben en dat stakingen strafrechtelijk konden verboden worden. Toch bood het pact zowel aan de werkgevers als aan de werknemers voordelen. D'une part, on discute pour établir la sécurité sociale et donc en quelque sorte la permanence
des relations entre patronat, syndicat, le maintien du système qui existait, enfin le système de relations qui existait avant la guerre. Et il est incontestable que si l'on discute avec les patrons, on n'envisage pas dans un autre temps d'éventuellement les décharger de leur rôle. Et je dirais, il n'y a non seulement pas de volonté politique au sein du mouvement socialiste de mettre l'accent sur les nationalisations, mais de plus, il manque de personnel politique compétent pour mettre au point un programme précis de nationalisation. We hebben erkend dat de patroon eigenlijk de leider was van het bedrijf. Dat hij dus de leiding deed van het bedrijf, dat wij erkend. En door dat te erkennen, hebben zij ons erkend. Et là, il est incontestable, et d'ailleurs, le programme du pacte social en tant que tel le dit, il est une phrase, enfin je cite la phrase, on respectera l'autorité du dirigeant de l'entreprise. Donc en aucun cas, on envisage de remettre en cause le bouleversement, la structure sociale de l'État belge. Donc on confère aux syndicats existants, les syndicats chrétiens et socialistes en l'occurrence, un rôle en tant que partenaire social. Daarbij was nadrukkelijk gesteld dat het ging om representatieve organisaties. Voor de werkgevers betekende dat organisaties die tenminste 200.000 arbeiders te werk stelden. De vakbonden moesten tenminste 200.000 betalende leden tellen. On écarte d'ipso facto les syndicats et les mouvements syndicaux qui se seraient créés pendant la guerre, ce qui suscitera d'ailleurs l'opposition d'André Renard, qui lui est informé de certaines, enfin est partiellement informé de ces négociations, et qui dès juin 1944 écrit dans son journal clandestin qui ne reconnaît pas ce pacte social parce qu'il n'attribue aucun rôle au nouveau syndicat, c'est-à-dire son mouvement syndical unifié, et au syndicat unique créé par les communistes. Was er iets anders mogelijk dan een sociaal pact af te sluiten? Wij wisten dat als de bevrijding gekomen was, dat we voor enorme problemen zouden gaan staan. Dat niet bij toverslag alle problemen zouden weggemoffeld zijn, maar dat we in een verarmd land waren, een verwoest land waren, dat er honderdduizenden arbeiders en andere mensen in Duitsland zaten die moesten gerapatrieerd worden, dat er dus een aantal zaken waren die onmiddellijk moesten gebeuren en dat het dan ondenkbaar was dat er geen sociale vrede zou bestaan gedurende een tijd. De werkgevers. In ruil daarvoor hebben dan de werkgevers toch wel die sociale voorzieningen moeten toestaan. Die nu zo'n grote rol spelen in tijden van werkloosheid. Eén, wij wilden erkenning van de vakbeweging. Je weet, voor de oorlog was die erkenning van het Centraal Nijverheidscomité, zo heette dat toen, niet waar. Dus in de protocol erkenden de patroons de vakbeweging als organisatie die deel uitmaakte van het geheel van het economische en sociale gedeelte. Dat was één. Twee, ze erkenden dat er een zekere zeggingschap, ik zeg niet medezeggen, ik zeg zeggingschap, voor de vakbeweging was, dat betekent in andere woorden wat ondernemingsraden, syndicale delegees zijn geworden, erkenning ervan. Drie, dat we na de oorlog zouden vertrekken met zekerheid van bestaan. Want na de discussie met Fus en met Dun, was het zo, wat gaan we doen na de oorlog? De lonen, dat was niet denkbaar op dat ogenblik. En wij moesten dus proberen, hoe gaan we vertrekken? Hoe zouden we vertrekken? Ofwel direct een revolutionaire beweging ontketen, dat was de ene kant, dat is in Frankrijk hebben we gedaan. Of aan de andere kant, bepaalde overeenkomsten, een erkenning van de patroons, om dus die zekerheid van bestaan, die erkenning van de vakbeweging, de nationale conferenties van arbeid te legaliseren, om dat allemaal vast te zetten. En dan zouden wij geen revolutionaire beweging in gang steken, dan zouden wij proberen de Belgische economie zo vlug mogelijk in gang te steken, de productiviteit zo hoog mogelijk, want de oorlog was niet gedaan en dan wisten we dat hij niet zo gedaan was als hij hier binnenkwam. Dat was de veronderstelling in elk geval van allemaal. Het zou niet lang duren voor politieke en sociale conflicten, de koningskwestie, de schoolstrijd, de grote staking van 60-61... de twee grote traditionele vakbonden opnieuw met elkaar zouden confronteren. Maar ook deze confrontaties deden geen afbreuk aan de basisovertuiging dat de arbeidsverhoudingen in onderling overleg tussen alle betrokken partijen, de werkgevers, de werknemers en de staat, moesten geregeld worden.